Goed, dames en heren. Zo langzamerhand kunnen we wat mij betreft beginnen. Omdat ik denk dat we wel zo ongeveer compleet zijn. In ieder geval is het nu 19:30. Dus wat mij betreft, als uw voorzitter vanavond allemaal... allereerst natuurlijk van harte welkom bij deze allereerste raadsbijeenkomst en raadsvergadering van de gemeente Coevorden in de hele geschiedenis. Ik moest zelf een beetje denken aan toen ik nog heel klein was, lang geleden, de uitzendingen van een of andere science fiction serie waar mensen op beeldtelefoontjes met elkaar uit andere werelden zelfs met elkaar konden overleggen. Dat gaan we nu ook doen, hoewel we wat minder ver van elkaar zijn, maar toch uit elkaar vanwege de corona. Dus mooi om te zien dat u er goed deels bent. Afbericht is ontvangen van de heer Oudeboom. We vergaderen publiek, want dat hoort natuurlijk bij de eisen die een raadsvergadering stelt. En op grond van de noodwet is het nu mogelijk om ook de rechtvaardigheid van de vergadering op deze manier te doen. Dat is de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en andere en de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor de fijnproevers onder u en onder het publiek. Het publiek ziet wat ik ook op mijn scherm zie. Ik neem aan dat dat niet geldt voor de chat, maar wel uw gezicht. Dat betekent dat er inderdaad een 20-tal gezichten worden vertoond en meer past er niet op. Minder had ook gekund, maar dan hadden we het publiek denk ik maar een nog beperkter deel van het gezelschap kunnen laten zien. Want u als volksvertegenwoordiger bent in beeld. Zeker als u het woord voert, dan komt u vanzelf boven in de livestream. Dus tegen het publiek zeg ik graag allereerst welkom bij deze speciale uitzending. U bent nu letterlijk en figuurlijk bij uw volksvertegenwoordigers thuis. Alleen de voorzitter en de griffier zitten hier thans op het gemeentehuis. En ik geloof dat een aantal wethouders, ook welkom in deze vergadering overigens, nu kunnen deelnemen vanuit hun kamers. We zijn denk ik allemaal aanwezig, maar dat ga ik zo meteen allemaal checken. Ik ga nu als eerste de vergaderruim sluiten. Dat betekent dat iemand die nog niet binnen is en er graag wel binnen wil komen, straks extra moeite moet doen om zich toegang te verschaffen. Maar dat hoort bij de vereisten van het vergaderen op deze manier. Omdat we dienen te waarborgen dat er niet allerlei personen van buiten, zonder zich kenbaar te maken, ook deel uit willen maken van onze beraadslaging. Het is de eerste keer, dus inderdaad aandacht voor een aantal bijzondere spelregels. In principe is de spelregel dat ik alles op mute... Sorry... Ja, dat heb je als je jezelf ook mute. Iedereen wordt gelijk behandeld. Maar wat ik aangaf, het is belangrijk om inderdaad stoorgeluiden tot een minimum te beperken. Omdat het anders heel erg afleidt. Dat hebben we in de testuitzending hier voorafgaand al eventjes ervaren. Ik ga zo meteen, ondanks het feit dat mute uitgangspunt is, wel iedere deelnemer even belangs. Beschouw dit maar als de digitale aanwezigheidslijst. Die moet waarborgen dat we ook weten dat er een quorum is voor datgene wat we vanavond met elkaar beraadslagen en besluiten. Dat is ook de verzekering dat u aan de lijve aanwezig bent. U weet, ieder raadslid spreekt zonder lasten of ruggespraak. Die mogelijkheid moet er ook altijd zijn. En dat is als u behoefte heeft om te spreken. Ik zei het al voorafgaand, dan graag zelf ook eventjes op de chat aangeven dat u toch wil spreken. Ik heb een lijstje bij de verschillende agendapunten met degenen die zich hebben gemeld als sprekers bij de agendapunten. Maar nogmaals, dat laat onverlet dat er natuurlijk behoefte zou kunnen bestaan om als raadslid uzelf te melden. De volgorde van de bespreking is natuurlijk hetzelfde als in een reguliere raadsvergadering. Dat betekent dat er een rondje eerste termijn kan zijn, dan van de zijde van het college een van de portefeuillehouders en vervolgens eventueel bij gebleken behoefte een tweede termijn. Nogmaals, als u de behoefte heeft om toch nog een bijdrage te leveren, dan moet dat natuurlijk kunnen. Ik moet me er wel van kunnen verzekeren, eigenlijk, dat is technisch nog wel een ingewikkeld ding, dat u ook daadwerkelijk zonder last of ruggespraak kunt spreken. Dat er niet bij u
voor mij onzichtbaar ergens in de hoek van de kamer iemand met een groot pistool op u gericht staat en u dwingt bepaalde dingen te zeggen of tot bepaalde besluiten te komen. Dat is natuurlijk niet toegestaan, dus dat zeg ik bij deze. Zeg ik degene die dat zou doen de wacht aan. Niet dat ik enige sanctie heb, maar wellicht biedt de toekomst nog mogelijkheden om dat ook op een goede manier met elkaar te verifiëren. Laatste opmerking vooraf wat mij betreft is de opmerking dat we binnen het systeem wat we nu gebruiken om op deze manier technisch te vergaderen nog geen systeem hebben om hoofdelijk te stemmen. We hebben wel onder agendapunt 8 een voorstel op de agenda staan, eigenlijk tot dusverre voor de vaststelling van de agenda aan de orde is geweest. Het enige bespreekpunt, voordracht van een aantal nieuwe leden, dat vraagt eigenlijk stemming. Maar ik zal dus, omdat we dat niet digitaal kunnen doen, als eerste bij dat agendapunt vragen wie daarover het woord wenst te voeren. En als dat gebeurd is, of dat niemand het woord wenst te voeren, zal ik de vraag stellen of er bij acclamatie kan worden gestemd. Als daarmee kan worden ingestemd, dan is het stemprobleem daarmee ook omzeild. Anders dan zullen wij zorgen dat er morgen bij u allen, bij alle raadsleden bedoel ik dan natuurlijk, een stembriefje wordt bezorgd, waarop u met een handtekening kunt aangeven of u voor of tegen het betreffende voorstel bent. U zijn maar gewaarschuwd. Dat eventjes, ik zei het al, als opmerkingen vooraf. Het is geen probleem als er in deze allereerste digitale virtuele raadsvergadering ook af en toe iets gebeurt waar niemand op voorbereid is. Dat hoort allemaal bij het experimentele karakter, zullen we maar zeggen. En natuurlijk gaan we dit zoals gebruikelijk met iedere raadsvergadering ook nog wel even evalueren. Goed, dames en heren, daarmee kom ik aan het eind van mijn mededelingen. Dan stel ik voor dat we gaan naar het punt 3, vaststelling van de agenda. En ik heb een drietal verzoeken om daarbij iets te mogen zeggen. Bij het punt 3, omdat er... 1. Ja, sorry. De griffier wijst mij terecht op het feit dat ik niet consequent ben. Ik heb net aangegeven dat ik eerst even het rondje zal maken langs u allen om te inventariseren of u er ook allemaal bent. En zo ja... Als u er niet bent, maak ik daar aantekening van. Of liever, ik maak aantekening van degene die er wel zijn. Want dan hebben we de registratie van de aanwezigheid compleet. Nogmaals, u bent de vergadering is gelokt. Als u nu weggaat, komt u er ook niet meer zo makkelijk in. Dus het is aan te raden om nog eventjes bij ons te blijven. Ik ga successievelijk de lijst... De presentielijst zoals die hier in papier voor ligt langs. En ik zal iedereen even vragen of hij met zijn stemgeluid wil bevestigen dat hij er ook is. Dan komt hij ook als het goed is in beeld. En dan hebben wij daarmee het signaal dat iemand ook daadwerkelijk aan onze vergadering deelneemt. Ik begin bij Michel Blanken. Michel, wil je je melden? Ja, ben present. Michel is present en hij verschijnt nu ook in beeld. Dankjewel. In vinkje staat. Ik ga naar Erik Bonkers. Erik, ik heb je gezien. Wil je melden dat je bestaat? Sorry. Present. Present. Ik hoor je stem en ik zie je nu ook. Heel goed, dankjewel. Dan zijn we bij de heer Boy. Ik ben er aanwezig. Aanwezig, ja, mooi. Ik zie nog even niks in beeld, maar... Nee, ik ook niet. Dat zal ongetwijfeld ook lukken. Ik zie jou in klein beeld wel, trouwens. Ja, je bent er wel. Ja, ik ben er wel. Dankjewel. Ik heb het stemgeluid van de heer Bouwers ook al gehoord, Henk. Ja, ik ben aanwezig. Ja, mooi. Dat wordt ook bevestigd. Dan zijn we bij degene die... bij de hotspot in Coevorden zich verzameld heeft. En dan doel ik in dit geval op mevrouw Driehuis. Aanwezig. Aanwezig, heel goed, dankjewel. En ook in beeld. Dan heb ik op mijn lijstje de volgende. Moet ik even kijken waar ze gebleven is. Ja, mevrouw Vissering. Ja, ik ben aanwezig. Heel, dankjewel. En zichtbaar ook. Dan heb ik op mijn lijstje de heer Heling staan. En ik zoek hem eventjes op om hem te unmuten. Ja, de heer Heling. Ja, hoor, hij is aanwezig.
aanwezig en hoorbaar. Dankjewel. Op de een of andere manier had iemand mij zelf dan weer gemute. Dat was weer apart. Dan hoop ik dat de heer Hoedemaker joined just now. Lars, kun je bevestigen dat je er bent? Hij is nog even niet vindbaar voor het systeem. We gaan even door. Ik kom nog wel eens bij de heer Hoedemaker terug. Ik zag de heer... Ja, de heer Hoogjes heb ik dat gezien. Dat komt bij mij. Sorry. Ik probeer de hoedemaker ook aan. Ik ga je eerst weer alles muten. Zo, en als het goed is, ben ik nu wel weer hoorbaar. En kunnen we verder met het lijstje. We waren bij de heer Holtis geweest. Ik ga nu naar de heer Hoge. Dat wil ik ook graag even horen. Ja, ik ben aanwezig. Mooi, dankjewel. Dan heb ik gezien, heel klein, in mijn beeld tot dusver, mevrouw Jaspersen. Nina, ik zie jouw mond bewegen, maar jouw geluid komt niet door. Ik ben aanwezig. Je bent aanwezig, mooi zo. Ja. Dankjewel. Dan hebben we de heer Kamps. Ik moet even unmuten, anders dan komt dat niet goed. Ja, Hans Kamps is aanwezig, dacht ik. Nog steeds. Ik ben aanwezig. Dankjewel. Dan is aanwezig. Hier is ze, als het goed is, mevrouw Katerberg. Ja, ze is er. Mooi, hoorbaar en aanwezig. Dankjewel. Dan heb ik mevrouw Klein-Gunnewiek-Penterman nog even te unmuten. Ja, moet u ook even bevestigen dat u bent. Ja, dankjewel. Dan gaan we naar de twee Mulders in onze raadzaal. Om te beginnen met de heer Mulder van de Partij van de Arbeid. Gilbert, ben je er? Goedenavond, ik ben er. Mooi zo, dankjewel voor de bevestiging. En de andere H. Mulder, Henk Mulder, ook. Goedenavond, aanwezig. Goedenavond, present heet dat. Ja. Dan heb ik ook gezien de heer Nijenbanning, is volgens mij ook nog steeds onder ons. Tino. Wil je ja hoor, prima. Ja, mooi. De heer Oudebonen is bevestigd afwezig, dus die hoeft ook geen zin om die op te roepen. Heb ik iemand die, even kijken, onder de naam gemeenteoplossingen schuil gaat, maar die heet in het echt mevrouw Siebe Benet. Ben je er nog? Ja, ik ben aanwezig. Mooi. Dankjewel voor de bevestiging. Dan heb ik de heer Slomp gezien, maar ik moet hem nog even kunnen unmuten. De heer Slomp, waar is hij? Yes. Daar is hij, meneer Slomp. Goedenavond, ik ben de... Mooi zo, dankjewel. Voor degene van buiten die denken, hoe groot is die raad wel niet? We naderen het einde, maar we zijn er nog niet helemaal. Ik moet nog hebben de heer Soppen. Tom? Present, voorzitter. Mooi zo, dankjewel. En de andere helft van de hotspot in Coevorde. De heer Stoker ga ik nu even unmuten. Als hij er nog is tenminste. Ik zie hem niet meer in het lijstje staan. Dat is wel apart. Is interessant. Nou, ik kom straks even bij meneer Stoker terug, want die vind ik niet in mijn lijstje met participants. Dus dan kan ik hem ook niet unmuten en hij kan zich dan ook niet melden. Jawel, ik heb hem hier. Goedenavond. Hey, dag Jerry, goedenavond. Hoi. Mooi dat je er toch bent. Ja, ja. Normaal kijk je niet zo makkelijk over je heen, maar dat ging... Ja, dat bedoel ik. Dan gaan we naar... Ja. De heer Tempels, Jan Tempels.
Goedenavond, Jan Tempels ook present. Mooi zo, goed in je stem ook te horen, dankjewel. Dan zijn wij vervolgens... Het is niet echt handig dat dit niet op alfabetische volgorde staat. Bij de heer Wilting, hem zoek ik ook even digitaal op. Ik heb hem gezien en gehoord. Ja, hier is hij. Ruud, ben je er? Goedenavond, present. Mooi zo, dankjewel. Dan zijn we dus met één afwezige, die was al aangekondigd. Oh ja, mevrouw Streur had ik even overgeslagen omdat hij wat technische verbindingsproblemen had. Maar inmiddels... Nu niet meer. Nu niet meer, precies, je bent hoorbaar. Nee. En, je kan ons ook horen. Goedenavond, ik ben present. Ja. Mooi zo, dan zijn we met één afwezige... Die als afwezig ook was gemeld, verder compleet. Ik weet ook zeker dat de leden van het college ook present zijn als we ze straks nodig hebben. En dan melden ze zich wel. Ik ga wat dat betreft als een beetje uitvoerig begin van de vergadering. Sorry daarvoor. Maar het was wel nodig en het hoort eigenlijk bij de vaststelling van de agenda. Verder met dat agendapunt. Er zijn een aantal verzoeken binnengekomen om iets over de agenda te mogen zeggen. En als eerste op mijn lijstje staat daarvoor de heer Boy. En die ga ik nu even unmuten. De heer Boy heeft het woord. Dankjewel, voorzitter. U kunt mij verstaan, neem ik aan. Ja. Wij willen graag een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. En die staat deze keer wel geagendeerd, zag ik. Maar ik heb toch maar even gemeend om dat te moeten melden aan het begin van deze vergadering. En die motie zal gebracht worden door de heer Mulder. Welke van de twee had u in gedachten? Ja, onze eigen Henk. Dat is wel goed dat u het even meldt. Misschien wilt u, dat gaat de heer Mulder misschien doen, dat hij ook even meldt of er mede-indieners zijn. Dan horen we dat van hem wel. Dank voor deze inleiding in ieder geval. Dan geef ik nu het woord aan de heer Mulder van de BBC 2014. Gaat u gaan. Goedenavond. Gaan we de moties dus niet bij 8-2 doen, maar gaan we gelijk doen? Nee. Oh, sorry. Ik dacht dat, dat u ging toelichten. Dat u en welke motie u zou willen indienen of voorstellen voor de agenda. Want dat hebben we nodig om tot een besluit te komen over die agendering. Oké. Okay. Duidelijk. Dan wordt het vanzelf een bespreekpunt als de Raad dat goed vindt. Duidelijk. Mede-indieners. De CDA, de PAK en de PvdA zijn mede-indieners van deze motie. Dank u wel. Daarmee is hij ook heel breed ondersteund. En stel ik u voor om dat als eerste bespreekpunt na het reeds vermelde bespreekpunt als extra agendapunt op te nemen. Dat wordt dus agendapunt 8.2. Dat als eerste mededeling bij het vaststellen van de agenda. Dan zijn er nog meer mensen die iets zouden willen zeggen over het punt vaststellen van de agenda. Vermoed ik. En ik kijk even naar de heer Stoke. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook het PAK heeft mede namens deze 60 een motie vreemd aan de orde van de dag voorbereid. Die graag op de agenda zouden willen zetten. En dat gaat over? Het autoverkeer weren uit de Friese straat Coevorden. Dank u wel. Ik vraag het ook even, de raadsleden kennen natuurlijk allemaal de motie, maar we hebben ook publiek. Dus het is goed om even het inzichtelijk te houden voor degenen die meekijken. Dan stel ik u voor om deze motie ook toe te voegen als bespreekpunt na het zojuist toegevoegde bespreekpunt. Dus dat wordt dan 8.3. Waarvan acte, ik zie niemand ook bezwaar maken. En dat laat ons tot slot bij de heer Mulder van de PvdA, die volgens mij ook graag nog even het woord bij dit agendapunt zou willen hebben. Of heb ik dat mis? Horen jullie mij? Ja, nu wel. Sorry. Er was iets vreemds aan de hand met het unmuten. Graag wil ik een motie aankondigen. Opvang 500 kinderen. Deze motie wordt
mede ondertekend door PAK, D66 en CDA. Dankjewel. Dan stel ik voor dat we dat als bespreekpunt 8.4 toevoegen aan de bespreekpunten. Het is goed dat we een betrekkelijk korte agenda voorafgaand aan de punten 8, 2 en 3 en 4 hebben. Dat betekent dat we daar toch ook snel bij terecht kunnen komen. Zijn er nog andere opmerkingen bij het punt vaststellen van de agenda? Dan hoor ik dat graag via de chat, want dat is niet van tevoren aangekondigd. Daar moeten we dus even op improviseren als dat het geval zou zijn. Ik hoor niks, ik zie ook niks. Dat betekent dat we wat mij betreft dan met deze vastgestelde agenda de vergadering in kunnen gaan. Dan is hij bij deze als zodanig vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 24 maart 2020. Na de lockdown, de intelligente lockdown, onder veilige omstandigheden met net een quorum. U herinnert zich die vergadering. Maar de besluitlijst moet nog wel worden vastgesteld. Dat kunnen we hier doen. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Ja, ik zie een opgestoken hand van de heer Soppen. Dan moet ik hem even vrijgeven. De heer Soppen heeft het woord. Ja, voorzitter, dankjewel. Ik weet niet, voorzitter, of de griffie ervan uit is gegaan dat ik gestopt zou zijn als raadslid. Maar dat is niet het geval. Op de besluitenlijst staan 15 raadsleden aanwezig en 9 staan er afwezig. En als ik dan tel, dan kom ik op totaal van 24. En ja. Wie is dan die 25ste ontbrekend raadslid? Dat is de heer Soppen. Ik kan u vertellen dat ik bij die raadsvergadering van 24 maart fysiek aanwezig was. Dus het foutje waar J. Tempel staat moet veranderd worden in T. Soppen. Waarvan akte? Ik kan die waarneming ook bevestigen, meneer Soppen. Ik zat die vergadering tenslotte ook voor. Dus ik heb u daadwerkelijk ook gezien en gehoord. En dat betekent dat we inderdaad die mutatie nog even aanbrengen in de besluitlijst. De heer Tempels had zich via de chat inmiddels ook gemeld. Om ongetwijfeld dan dezelfde opmerking hier te maken. Ik neem aan dat dat bij deze dan is rechtgezet. Andere opmerking over de besluitlijst? Is niet het geval. Dan stellen we hem al dus gewijzigd vast. Daarmee zijn we bij de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken terechtgekomen. De heer Stoker vraagt om de mogelijkheid om een korte vraag te stellen. Ik geef hem even de microfoon. Moment. De heer Stoker heeft het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Tijdens de commissievergadering hebben wij de wethouder gevraagd of hij het analyseinstrument van de gemeente Enschede, wat aangeboden is, ook voor onze gemeente gaat gebruiken. En de wethouder heeft toen toegezegd hierna te zullen kijken en hierop terug te komen. Mijn vraag is, komt hij daar vanavond op terug of komt hij daar op een ander moment op terug? Maar dan wil ik ook graag weten hoe, op welke wijze en wanneer. Ik heb net zo'n griffier begrepen dat de antwoorden in de mail zitten. Dus u krijgt daar vanavond antwoord op. Oh, of morgen vroeg. Nou, klein slagje om de arm. Als we het erg laat maken met deze vergadering, dan wordt het vanzelf morgen vroeg. Ik stel de vraag dan aan de orde of er nog verdere opmerkingen zijn bij de voorgestelde wijze van afdoening ingekomen stukken. Dat is niet het geval. Dan is daarmee dit agendapunt ook afgesloten. Dan gaan we naar de twee hamerstukken. Er zijn twee hamerstukken, waarvan in commissieverband is afgesproken dat dat bij hamerslag zou worden afgedaan. Het voorstel van het college in zaken het hoofdlijnendocument omgevingsvisie Koevoorde. En het voorstel van het college in zaken bestemmingsplan Zonneakker Wachtum. En bij deze tik op de tafel, zeg ik dan maar even met een zachte hamer, zijn die twee besluiten conform voorstel genomen. Dan is er geen stuk aangevoerd waarbij de behoefte werd gevoeld een korte stemverklaring af te mogen geven. En dan zijn we dus inderdaad bij het agendapunt 8. Zoals even in mijn inleiding met wat technische achtergrondinformatie al vermeld. Een bespreekpunt omdat het over een benoeming gaat. De voordracht in zaken nieuwe leden van de Welstands- en Monumentencommissie voor Koevoorde. Ik inventariseer eerst of er behoefte is om hierover het woord te voeren. We hebben als standaard afspraak dat het wel een bespreekpunt is, omdat daar geen voorbehandeling van in de commissie heeft plaatsgevonden. Niet?
Ik zie ook niemand zich wel melden. Wel mensen die zich niet melden. Die zeggen, nee, ik meld me niet. Prima, dan stel ik vast dat dit voorstel met algemene stemmen is aanvaard. Dank u wel voor de bijdrage. De bijdrage in de chat telt ook mee voor het bepalen van het resultaat, wat mij betreft. Dus 8-1 is daarmee afgehandeld. Dan komen we bij 8-2. Dat is het eerste extra ingediende agendapunt, waarvan al is gezegd door de heer Boy dat de heer Mulder daar van de BBC, deze heer Mulder bedoelen we dan, daar graag een toelichting op zou willen geven. En gegeven het feit dat de raadsleden de tekst van de motie wel kennen en de verleiding dus misschien groot zou zijn om te zeggen, nou, we starten meteen met een soort inhoudelijke motivering, wil ik u verzoeken om ten behoeve van het publiek toch even aan te geven waar de betreffende motie over gaat. De heer Mulder, BBC 2014. Goedenavond. Nou, de motie die wij in willen dienen gaat over 5G, een motie vreemd aan de orde van de dag. En de Raad van Koevoorde in vergadering bijeen op 21 april 2020, overwegende dat het zogenoemde 5G-netwerk in de loop van dit jaar daadwerkelijk in Nederland beschikbaar zal worden. De Rijksoverheid, de Telecomwet uit 1998, zal aanpassen ten behoeve van het uitrollen van het 5G-netwerk. Door deze aanpassing de zeggenschap op het gebied van de ruimtelijke ordening aan de gemeenten wordt ontnomen, waar het de plaatsing van de benodigde small cells, centinstallaties en antennes betreft. Van mening zijnde dat de effecten van het 5G-netwerk op de volksgezondheid ons er inziens nog onvoldoende duidelijk zijn en de rapporten hierover elkaar tegenspreken. De kwaliteit van de openbare ruimte kan worden aangetast door de plaatsing van een grote hoeveelheid kleine antennes. Ook in gebieden die extra bescherming verdienen, zoals in onze gemeente de beschermde dorpsgezichten. Met het oog op bovenstaande onwenselijk is dat de gemeente buitenspel wordt gezet waar de beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte betreft. Een groeiend aantal gemeenten reeds hun zorgen over de uitrol van het 5G-netwerk heeft kenbaar gemaakt aan de Rijksoverheid middels bezwaarschriften en brieven. En daarom draagt het college op om middels een brief aan de Rijksoverheid kenbaar te maken dat ook de gemeente Koevoorde bezorgd is om de gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk a. voor wat betreft de volksgezondheid en b. de aantasting en de kwaliteit van de openbare ruimte. En punt 2. De gemeente betrokken moeten worden bij de besluitvorming van de voorgenomen locaties van deze zogenaamde small cells. En de motie tevens ter kennis geven aan de VNG en de Drentse gemeenten. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. En mede namens, ja. Mede namens CDA, PAK en PvdA. Dank u wel. Daarmee kunnen we hem ook vrijgeven voor verdere toelichting en voor verdere bespreking. Ik kijk even wie zich meldt. De heer Wilting is de eerste die zich hier bij mij in de chat althans meldt. Ik geef hem nu vrij. De heer Wilting heeft het woord. Ja, dankjewel voorzitter. Wij ondersteunen deze motie. Wij ondersteunen deze motie vooral op het punt van de ruimtelijke ordening. Kijk, want ik heb zo begrepen dat de Rijksoverheid ongeveer bepaalt waar het spul geplaatst moet worden. En ik denk dat als dat daardoor gaat, dat we heel veel problemen krijgen. En zowel met je burgers als waren of wat dan ook. En de ruimtelijke ordening wordt ook toegepast op monumenten enzovoort enzovoort. Over het eerste, over de gezondheid. Ik heb vandaag nog een artikel over gelezen. En het is nog altijd zeer discutabel of het wel zo is of niet zo is. Maar goed, wij vinden toch wel de ruimtelijke ordening is van groot belang. Die gezondheid is ook van groot belang. Alleen dat is discutabel en blijft discutabel. En deskundigen zijn het er niet over eens. Dus laten we afwachten hoe dat wordt. Maar wij ondersteunen hem wel. Dank u wel. Oké, dankjewel. Ik heb hier nog een aantal andere sprekers die zich melden. Ik aarzel even of ik de volgorde van de chat zal doen. Dat is misschien wel het meest zuiver.
de meldingen langs dat lijstje. Ik heb ze hier ook wel op een ander lijstje. Dus ik weet ook wie er gaat komen. Ik geef eerst het woord aan de heer Slomp. Als ik hem even kan muten, dan helpt dat wel. De heer Slomp, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben de motie ook mede ondertekend. Ja, ook precies op de twee punten die de heer Mulder verwoord heeft in de motie. Er is veel ja, toch wel onzekerheid over de gezondheidseffecten. Of die onzekerheden nu terecht zijn of niet, daar kun je natuurlijk uitgebreid over discussiëren. Maar het lijkt ons goed dat dat verder in beeld gebracht wordt. En op het punt van een ruimtelijke ordening denken wij ook dat het zeker goed zou zijn dat de gemeente een rol krijgt. De gemeente als eerste en lokale overheid kent natuurlijk de omgeving het best. En het is ja, in dit dossier wat ons betreft heel raar dat de gemeente min of meer buitenspel wordt gezet. Dus dat is voor de PvdA-fractie de argumentatie om deze motie mede te ondertekenen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Slomp. Dan is het woord aan mevrouw Driehuis, Pak. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook voor ons. Allereerst inderdaad ook het stukje op de openbare ruimte. Het is gewoon heel vreemd dat gemeentes daar buitenspel worden gezet. Dus belangrijk om daar in ieder geval iets over te laten horen. Maar ook het stukje gezondheid. Er is inderdaad gewoon een hele hoop nog niet duidelijk. Maar er zijn ooit grenzen gesteld aan en adviezen voor de blootstelling aan die straling. En het RIVM heeft op basis van die metingen vastgesteld dat huidige stralingsniveau eigenlijk onder de geadviseerde normen blijft. Maar het is maar de vraag of dat 5G ook, of dat voor 5G ook geldt. Wij vinden dat daar nog te weinig over bekend is. En dat je niet gewoon zomaar klakkeloos kan zeggen van nou, het heeft geen effecten op de gezondheid. En dat is voor ons ook een van de mederedenen om deze motie te ondersteunen. Dank u wel, mevrouw Driehuis. Dan is het woord aan de heer Bonks, VVD. Wij ondersteunen deze motie niet, maar ik heb nog wel een aantal vragen aan de wethouder. Mag ik die nu ook stellen? Zeker, want dit is gewoon de behandeling in eerste termijn, meneer Bonkers. Dus ja, u mag gewoon alles doen. Adhesie betuigen of er fel tegen zijn of vragen stellen, maar alles mag. Oh, heel goed. Want wij zijn wel heel erg benieuwd wat het standpunt is van het college omtrent de uitrol van, 5G, van het 5G-netwerk. Ik stel direct al mijn vragen, maar dan kan de wethouder meeschrijven. En zijn er al plaatsen aanwezig waar de nieuwe 5G-masten kunnen worden geplaatst? Of welke bestaande masten er in onze gemeente gebruikt kunnen worden? Neemt de gemeente Koevoorde ook een actieve houding aan omtrent het implementeren van dit nieuwe netwerk? En weet de wethouder ook al wanneer dit netwerk actief wordt in onze gemeente? Dat waren mijn vragen. Dankjewel. De wethouder heeft vast meegeschreven, dus die zal aan het einde van deze eerste termijn van de zijde van de raad ongetwijfeld daar iets over willen zeggen. Dan ga ik naar de heer Bouwers. Hij heeft nu het woord, meneer Bouwers. Ja, dankjewel voorzitter voor het woord. In deze motie waarin aangegeven wat de gevoeligheid is en waar de gemeente buitenspel staat. En als hij op buitenspel blijft staan, dat is ook een vraag van mij. Want het kan toch niet zo zijn dat dit wordt opgelegd. Het is, en er is volgens ons te weinig stukken voor waarin je op uit kunt maken dat het veilig is. Dus de veiligheid is hier in gebruik. Dus wat dat betreft onze vragen hierover. Dank u wel. En dan ga ik naar de heer Hoedemaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me nu op dit moment nog niet uitspreken over een voor- of tegen. Pardon? Niks. U heeft gewoon het woord. U bent zichtbaar en hoorbaar. Oké. D66 kan zich op dit moment nog niet uitspreken voor of tegen de uitrol van het 5G-netwerk. En ook nog niet voor of tegen deze motie. Maar we vinden communicatie met de inwoners sowieso erg belangrijk. En je vraagt je bij dit soort vraagstukken altijd af wat de winst is en wat het ons gaat kosten. Dus wat dat betreft sluit ik me zeker aan bij de vragen die de VVD op dit punt al stelt.
Ik vraag me ook af, we vragen ons ook af of het college nog een lokale rol of invloed heeft op de onrust en of de uitrol ook nog andere gevolgen voor Coevorde heeft, bijvoorbeeld financieel. Dankjewel. Daarmee zijn we denk ik door de eerste termijn van de kant van de raad heen. Iedereen heeft het woord gekregen. En stel ik voor dat we naar de vertegenwoordiger van het college, de heer Huizing in dit geval, toe gaan. Die maakt deel uit van deze vergadering. Ik zei het in het begin al. En hij heeft het woord wat mij betreft. Dank u wel, voorzitter. Volgens mij maakt in ieder geval ook deze digitale vergadering weer duidelijk hoe belangrijk een goede en betrouwbare digitale infrastructuur ook is. In onze hedendaagse samenleving, wij kunnen niet meer zonder. Wel helemaal niet als we zoals nu fysiek op grote afstand van elkaar moeten blijven. Als je in ieder geval alle rapporten ziet, dan is de een van de conclusies om dat te willen gaan volhouden. Is 5G is wel noodzakelijk, omdat er gewoon een steeds groter beroep wordt gedaan op onze digitale infrastructuur. Dus wat ons betreft staat dat ook wel helder. We zien ook dat er een aantal hele nuttige toepassingen op dit moment getest worden. Niet zo heel ver hier vandaan in Valthermond gebeurt dat bijvoorbeeld met precisielandbouw. Dus ik denk dat wat dat betreft we niet alleen maar moeten gaan praten in alle beperkingen die er zijn, maar ook dat dit vooral kansen, of dat dit kansen kan gaan opleveren. Maar terecht stelt de motie ook dat 5G wel een aantal de aandachtspunten / onduidelijkheden heeft. En die worden, ik zie er drie en twee daarvan die worden in de motie ook goed benoemd. Dat zijn namelijk gezondheidseffecten en ruimtelijke effecten. En de derde die ik ook nog zie, en dat komt bijvoorbeeld bij de heer Bouwers ook naar voren, is ook nog eens een keer de communicatie. Als je kijkt naar gezondheid, dan stelt de motie dat de rapporten elkaar tegenspreken. Een kleine nuance daarop. Op zich spreken de rapporten van de deskundigen van de erkende onderzoeksinstituten spreken elkaar niet tegen. Die geven aan dat er niet aangetoond wordt dat er gevaar voor de gezondheid ontstaat. Dat ruim beneden de grenzen die gesteld worden gebleven wordt. Volgens mij was dat december, januari heeft de RIVM ook nog een rapport laten verschijnen over wat ten dele een literatuurstudie was. En ook is gekeken naar hoe de testnetwerken die we op een aantal locaties hebben, hoe het daar in de praktijk uitpakt. En daar is ook de conclusie, het blijft ruim onder de richtnorm. En zo rond de zomer wordt ook nog een rapport verwacht van de Gezondheidsraad. En ook het kabinet heeft al aangegeven dat ze die van groot belang vinden om gewoon duidelijke conclusies te kunnen gaan trekken. Dan het tweede punt, de openbare ruimte. Er staat inderdaad in het voorstel voor de telecomwet, of voor de wijziging daarvan, die is toegezonden ter consultatie aan de gemeente. Overigens midden in de zomervakantie. En zoals u allemaal weet is dat in ieder geval voor ons als gemeente bijna een doodzonde om dat te gaan doen midden in de vakantie. De Rijksoverheid heeft dat wel gedaan. En daar staat in dat kleine 5G-antennes, de small cells zoals ze worden genoemd, dat die op openbare gebouwen, publieke infrastructuur, bijvoorbeeld ook straatmeubilair, dat we die moeten toestaan daar. En daarvan vinden wij, gelukkig ook de VNG, dat dat absoluut niet zo kan zijn, zoals de indiening van de motie ook al hebben aangegeven. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente en die moet daar ook gewoon blijven liggen. En dan, misschien wel even goed nog om aan te geven, die small cells, waar moet je dan aan denken? We hebben nu natuurlijk een infrastructuur voor 2, 3 en 4G met de grote masten. Dit zijn veel kleinere masten die daar uiteindelijk voor gebruikt gaan worden. Alleen een veel grotere dichtheid. Dat zou wel eens op 100 à 150 meter van elkaar kunnen staan. Dus ja, denk maar aan de afstand van lantaarnpalen tot elkaar soms. En derde punt wat ik aangaf, communicatie. En dat is ook een punt wat de VNG heeft aangegeven. Eigenlijk is er gewoon veel te veel onduidelijk. Dat geldt voor gemeenten. We weten als gemeente
ook gewoon niet goed waar we aan toe zijn. Wat is onze rol nou bij die invoering? Is het zo dat we echt niks te vertellen hebben? Of ligt daar toch een ander beeld achter? Maar die onduidelijkheid die in de communicatie is er ook richting inwoners. En ik denk dat het toenemend aantal uitingen over zorg over de gezondheid, dat daar gewoon uitvloeisel van is. Dus ook dat punt is een punt wat de VNG heel duidelijk ook heeft aangegeven. Dus u hoort hem eigenlijk al. We hebben, de VNG is op dit punt is die actief. Wat mij betreft zouden wij, zoals de motie voorschrijft, ook prima kunnen zeggen dat wij een brief gaan sturen aan het Rijk. In de VNG-lijn zal die dan zijn. En dat zal zijn, als u dat goed vindt, op de onduidelijkheden op de drie punten. Dus die gezondheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, waar u gewoon als lokale gemeenteraad over gaat. En niet het Rijk in ons democratisch bestel over moet gaan. En over communicatie met inwoners en gemeenten. En dat, volgens mij sluit dat dan mooi aan en versterkt dat ook het standpunt van de VNG. En dan waren er nog een aantal vragen. De heer Bonkers vraagt van wat is het standpunt van het college ten aanzien van 5G en de uitrol daarvan. Nou, volgens mij heeft u tussen de regels door inmiddels al een aantal dingen kunnen horen. Wij zien het belang van 5G, maar aan de andere kant moet het wel. Er mag geen twijfel meer zijn over de gezondheid en de risico's die daarbij loopt. En wij moeten wel gaan over de locaties. We hebben nog geen vragen gekregen voor de locaties. Dat is op zich ook nog niet heel erg bijzonder. Omdat op dit moment alleen de eerste lading 5G-frequenties maar geveild is. De 700 megahertz. En die vragen nog niet zo gek veel anders dan wat onze huidige 2G, 3G en 4G-masten vragen. Er zullen wel een aantal bijgeplaatst moeten worden, maar dat is nog te overzien. Naarmate de frequentie oploopt, dus dat gaat naar 1400 en dan megahertz en uiteindelijk naar 3,5 gigahertz, dan zal die grotere dichtheid zal komen, maar dan hebben we dus ook op zich veel minder grote masten nodig. Dus we hebben nog geen vragen gehad. En de actieve houding, uit het feit dat wij al aan hebben gegeven van wij vinden dat wij daar met z'n allen als gemeente over gaan, dat geeft volgens mij al aan dat wij ook vinden dat we wel aan het stuur moeten gaan zitten. Alleen dan moeten we wel weten wat komt wanneer op ons af en dan kunnen we daarop inspelen. Dus ook wat dat betreft volgen wij dit dossier met veel aandacht. En wanneer het actief zal zijn in onze gemeente durf ik dus ook nog niet aan te geven. En dan had meneer Hoedemaker nog een vraag over de financiële gevolgen. Ja, dat is ook een van de punten in die de VNG heeft aangekaart in de brief. Daar zijn gewoon een hoop onduidelijkheden nog over. We hebben gezien bij eerdere uitrollen van bijvoorbeeld de 4G dat daar toch nogal wat kosten in gaan zitten. En wij hebben toen in ieder geval niet geprofiteerd als gemeente van de vele miljarden die de veiling hebben opgeleverd. Nou, dat zal wat ons betreft ook deze keer anders moeten zijn. Goed, helder, denk ik, deze bijdrage van de zijde van het college. Ik geef de motie in de tweede ronde, vrij voor de tweede ronde van bespreking van de zijde van de raad. Ik inventariseer gewoon eventjes bij de eerste ronde kandidaten. En ik zie al dat de laatste spreker van de eerste ronde zich in ieder geval al met hand opsteken meldt. Maar dat is voor mij niet voor iedereen even goed zichtbaar. Dus ik ga gewoon toch even het lijstje af. Ik begin bij de heer Henk Mulder, BBC 2014. Tweede termijn, meneer Mulder. Nou, de beantwoording van de wethouder is in ieder geval duidelijk. En het gaat ons ook om dat de gemeente aan zet blijft en het volksgezondheidsaspect niet onderbelicht blijft. Dus wat dat betreft, wij zijn niet, in principe niet tegen 5G, laten we dat even vooropstellen. Maar de manier waarop en de gemeente moet blijven gaan over zijn eigen openbare ruimte, dat is het belangrijkste. En de communicatie is natuurlijk vanzelfsprekend dat het goed gaat lopen. Helder, dank u wel. De tweede in de rij was de heer Wilting. Ik kijk even of hij behoefte heeft in tweede termijn nog iets bij te dragen. Ja. Ja, in die zin, uiteindelijk de wethouder heeft een stuk te duidelijk ingegeven over bepaalde zaken. We zitten eigenlijk op één lijn wat dat betreft.
We moeten ook het belang ervan inzien dat wij praten allemaal over wat we nou vanavond doen, wat ook al genoemd is. Dat wij die vernieuwing die gaat door, maar die moet niet doorgaan, kosten wat kost. We moeten wel in de gaten houden wat hier ook verwoord wordt, waar wij eigenlijk problemen mee hebben, maar we bang voor zijn. Dus met andere woorden, wij kunnen ons compleet vinden in die motie. Dankjewel. Dankjewel. Dan ben ik bij de heer Slomp zoeken waar hij gemute moet worden. Ja, hier, meneer Slomp, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, dank u wel. Mooi om te zien dat er op de VVD na brede ondersteuning is voor deze motie. Ik lees op de site van het RIVM dat zij op basis van de gedane literatuurstudie die de wethouder noemt, toch wel reden zien om dit goed te volgen, ook op gezondheidsvlak. Prima. Ik denk dat het misschien nog een goed idee is om naast die drie punten die de wethouder benoemde in de brief, om ook dat vierde aspect op het gebied van financiën, om dat ook aan die brief toe te voegen. Dat lijkt mij een prima idee. Tot zover, voorzitter. Dankjewel. Dan ben ik bij mevrouw Driehuis. Nog een bijdrage, tweede termijn, mevrouw Driehuis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde het net ook al zeggen, wij zijn ook zeker niet tegen de komst van 5G. Maar het moet wel op een goede en verantwoordelijke manier worden gedaan. We merken nu met z'n allen hoe de technologie voortschrijdt en hoe we het nodig hebben. Dus wat dat er gaat, is heel belangrijk. Heldere antwoorden van de wethouder. Goed, mooi dat die brief er gaat komen. En ik sluit me eigenlijk wel bij de heer Slomp aan. Om dat vierde aspect van die financiën inderdaad ook mee te nemen. Want dat is gewoon ook wat onderbelicht. En dat zou best wat meer voor het voetlicht mogen. Dank u wel. Dan de heer Bonkers. We hebben een brief gezien van staatssecretaris Keizer en zij geeft aan dat de zorgen die er zijn over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid er geen wetenschappelijk bewijs voor is. Onder meer door de Nederlandse Gezondheidsraad en de internationale WHO zeggen dat er geen bewijs is dat straling die onder de huidige norm blijft nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Voor 5G gelden dezelfde stralingsnormen als voor 4G en 3G. Nu we in de coronacrisis zijn beland, blijkt wel hoe belangrijk goede communicatie is. Veel mensen zijn nu ook slechts op mobiele communicatie aanwezig om niet volledig in isolement te geraken. De VVD is dan ook van mening dat de mobiele communicatie erg belangrijk is en we steeds aan de laatste technologie moeten proberen te voldoen. In deze crisis wordt duidelijk hoe Nederland ten opzichte van de omringende landen en de rest van de wereld een voorloper is in de dekkingsgraad van onze mobiele communicatieverkeer. De VVD is hier blij mee en is van mening dat we in dit land deze hoge dekkingsgraad moeten blijven nastreven. Maar de VVD vindt wel dat de antennes van de 5G niet de kwaliteit van de openbare ruimte moet gaan aantasten. En dat de gemeente grip moet krijgen waar de 5G antennes worden geplaatst. Wij kunnen wel delen in deze motie ons vinden. Maar we steunen hem daarom niet. Helder, ik zag wel een verzoek van de heer Slomp langskomen om te mogen interrumperen. Dat is op deze digitale manier altijd wat ingewikkelder. Er zit iets van vertraging in. Maar de heer Slomp heeft wat mij betreft het woord. En die zal ongetwijfeld de heer Bonkers nog een reactie vragen. Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Bonkers die leest voor uit een brief van de staatssecretaris waarin zij stelt dat die stralingsniveaus onder een bepaald niveau blijven. Maar goed, het hele 5G-netwerk moet nog uitgerold worden. Dus het zijn allemaal testopstellingen waar dat in gemeten wordt. En je kunt pas zorgvuldig meten wat de praktijksituatie zal zijn als die 5G helemaal is uitgerold. Dus volgens mij is er alle reden om juist dan die gezondheidseffecten goed te blijven volgen. Tot zover. Helder, wenst de heer Bonkers daar nog op te reageren? Nee, dat is niet hoor. Dankjewel. Dan ga ik verder in het lijstje met degene die in eerste termijn hebben gereageerd. Dan hebben we nog de heer Bouwers, die ik even zal vrijgeven.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. De beantwoording van de wethouder die was duidelijk. Maar ook de rest van de sprekers die het net ook aangaf. En dat is 5G. De een zegt wel er is wel straling. De ander zegt er is geen straling. Althans meer straling. Ja, dat is voor ons toch wel heel belangrijk. Want je spreekt dan wel over wat. En inderdaad ook de master die in de plaatsen komen. Dat die ook inderdaad bij het interieur van de dorpen en de steden passen. Dat lijkt me ook heel goed. Maar verder, voorzitter, wij kunnen ons in deze motie vinden en wij ondersteunen deze ook. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bouwers. En dan last but not least, de heer Hoedemaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij met de beantwoording door de wethouder van het aspect over de financiën. Ik ben ook blij dat met de suggestie, zoals die gedaan werd door de heer Slomp, om die mee te nemen, ook in de vraag richting de Rijksoverheid of de VNG daarin. Want ik denk dat dat ook een heel bijzonder belangrijk aspect is, naast de aspecten van de volksgezondheid en de ruimtelijke ordening. Ik vraag nog even af of de wethouder de motie nodig heeft om tot actie over te gaan. Of dat hij zonder meer doet wat er in de motie staat. Want de strekking die spreekt me wat dat betreft wel aan. Als we die kunnen aanvullen met dat stuk, met die financiële paragraaf. Dank u wel, meneer Hoedemaker. Dat sluit aan bij de suggestie die ik ook zou willen doen aan u. Ook aan de indieners van de motie. Want als ik de heer Huizing goed heb verstaan, dan kunt u binnen korte termijn een afschrift sowieso van een brief verwachten. Die dan deze onderwerpen plus dat financiële zou kunnen adresseren. En daarmee zou in de geest van uw motie eigenlijk al worden geacteerd. Maar ik kijk even naar de heer Huizing of mijn interpretatie dan de correcte is. De heer Huizing. Ja, voorzitter. Volgens mij is het signaal van de gemeenteraad helder genoeg om ook zonder dat de motie in stemming wordt gebracht om die te gaan overnemen. Dus dat zullen wij sowieso gaan doen. Met inderdaad de aanvulling terecht van dat punt over financiën. Misschien ook wel goed om op te merken dat wij in de gelukkige omstandigheid zijn hier in de regio, dat wij met mijn collega uit Borger-Odoorn, Niek Wind, een wethouder hebben die ook erg actief is op dit dossier, ook landelijk gezien. En hij heeft ook aangegeven dat hij ook graag wil dat op een volgende BOZE-bijeenkomst met uw gemeenteraad, dat daar ook het onderwerp 5G als duidelijk onderdeel van digitale bereikbaarheid, dat we daar dus met z'n allen wat dieper op ingaan. Dus ik heb hem alvast aangegeven dat ik zeker weet dat u als gemeenteraad er ook voor staat. Dus wat mij betreft kunnen we daar zo mee verder gaan. En komt die brief er hoe dan ook. Prima, dus inderdaad in reactie op wat ik de heer Hoedemaker heb horen suggereren. De motie wordt in feite gewoon overgenomen en zelfs meer dan dat. Er volgt een inhoudelijke aanvulling en er volgt ook nog een inhoudelijke verdiepingsslag. Een mogelijkheid. Althans daarvoor voor degene van uw raad die daarvoor geïnteresseerd zouden zijn. En volgens mij is die interesse groot. Dan zou ik u willen voorstellen om het dan hierbij ook te laten. Dan heeft de ingediende motie volgens mij zijn effect meer dan gehad. En hebben we het resultaat bereikt wat iedereen zou willen bereiken. En dan zouden we door kunnen gaan op dit moment met de volgende motie. Dus dat zou mijn voorstel zijn. En de volgende motie die zich aandiende was, dacht ik, die moet ik even zien, van de heer Boy, die door de heer Boy zou worden toegelicht. Ik kijk even waar ik hem moet unmuten. En als ik het verkeerd heb gezien, dan corrigeert hij mij maar. Ik ben de heer Boy ook kwijt. Ja, het ging over de Friese straat. Dacht ik het verkeerd. Oh, kijk. Ja, dat is mijn verschil van interpretatie. Ik begrijp dat ik de heer Stoker het woord mag geven over de motie die
in uw nommering is genoemd 2020-1, maar zojuist met vaststelling van de agenda als agendapunt 8.2 is gelabeld. We zijn er met 8.3 begonnen, om het maar makkelijk te maken. Maakt niet uit. We zorgen wel dat we alle drie de moties langsgaan. Dit is de tweede motie in de set van drie die vanavond met vaststelling van de agenda zijn bedoeld. En volgens mij is de bedoeling dat de heer Stoker nu deze motie toelicht, die, zoals hij aangaf, mede namens de hoedemaker is ingediend. Meneer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. De fractie van het PAK heeft een motie vreemd aan de orde aan de dag voorbereid samen met D66 om te voorkomen dat er opnieuw autoverkeer en parkeren aan de kop van de Friesestraat in de stad Coevorden wordt toegestaan. In verschillende publieke bijeenkomsten is de suggestie om in dit gebied het autoverkeer weer toe te staan kritisch ontvangen door zowel inwoners in het gebied, andere belangstellenden als mede ook ondernemers. Deze nieuwe verkeersstromen zullen tot overlast leiden in de Friesestraat, Schoolstraat en ook Bakkensteeg en ook ondernemers zullen hierdoor getroffen worden. De suggestie dat er mogelijk nieuwe ondernemers zijn die uitsluitend in dit gebied zich zullen vestigen wanneer parkeren voor de deur mogelijk is, vindt de fractie van het PAK in ieder geval niet relevant. Het is wat ons betreft zelfs in tegenspraak met wat we juist met onze investeringen voor een verbetering van het centrum van Coevorden beogen. Een ruime en groene binnenstad met een compact winkelcentrum rond de markt. De fractie constateert dat er door uitwerking van het terugdringen van verkeer aan de kop van de Friesestraat er onrust is ontstaan bij verschillende inwoners en ondernemers in dit gebied. Tijdens een bijeenkomst met de wethouder is wat onze fractie betreft onvoldoende helder geworden of, en zo ja, op welk moment de gemeenteraad hierover nog besluitvormende inbreng heeft. Het leek op dat moment dat de terugkeer van autoverkeer aan de kop van de Friesestraat een gelopen race was. Voor ons en voor D66 is dat voldoende aanleiding geweest om tot een motie te komen met de volgende tekst. De Raad van Coevorden in vergadering bijeen op 21 april. Voorzitter, ik begrijp dat ik door mijn baardgroei inmiddels wel een beetje op de wethouder Huizing ben gaan lijken. Maar ik zie mezelf niet in beeld. Ik lijk wel een beetje zijn grote broer, dat klopt wel. Maar constaterende dat er grote onrust is ontstaan, onder andere van bewoners van de Friesestraat, Friesepoort en Rabenhout en ondernemers over de mogelijkheid van het terugbrengen van autoverkeer aan de kop van de Friesestraat en Schoolstraat. Door de mogelijke verkeersstromen ook het verkeer op de Wilhelminasingel en Stationsplein toeneemt. Er ook verkeer uit de Bakkensteeg zal komen. Er inmiddels 200 handtekeningen in dit deel van de stad zijn opgehaald om de ervaren weerstand kracht bij te zetten. Er voor het winkelend publiek voldoende parkeerplaatsen in de directe omgeving van de Friesestraat alsmede het EDS-plein voorhanden zijn. Het terugbrengen van autoverkeer in dit deel van de stad in tegenspraak is met wat we met de vernieuwingen en verbeteringen van de binnenstad van Coevorden beogen. Overwegende dat het niet helder is of, en zo ja, wanneer de gemeenteraad van Coevorden nog besluitvorming over dit deel van planvormingen kan komen. Verder de uitwerking van genoemde scenario's wat ons betreft niet noodzakelijk en zelfs ongewenst zijn, verzoekt het college planvorming voor een terugkeer van autoverkeer aan de kop van de Friesestraat en daarmee gepaardgaande andere verkeersbewegingen per directe staken. En verdere planvorming van dit deel van de Friesestraat conform wat wij met Coevorden beogen verder uit te werken. En gaat over tot de orde van de dag. Was getekend, zoals Jos zei, door het PAK en door D66. Ik dank u wel voor deze toelichting. Dan is de inventarisatie die aan de voorkant heeft plaatsgevonden, heeft uitgewezen dat er behoefte is om hierover te spreken van de kant van een aantal van de leden van de raad. Ik zie als eerste de heer Bouwers. Wacht even. Dit is niet helemaal de actuele stand van zaken. Ik mis even de... de heer Boy, die heeft zich als eerste gemeld om te reageren op deze motie. Ik ga hem nu unlocken. U heeft het woord, meneer Boy. BBC2. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de overwegingen van de motie staat dat niet helder is of, en zo ja, wanneer de gemeenteraad van Coevorden nog tot besluitvorming over dat deel van de planvorming kan komen. Enkele maanden geleden heeft de wethouder Siers op een themaavond toegezegd dat de raad betrokken zou worden bij de besluitvorming over dit onderdeel. Wij hebben hierover contact opgenomen met de huidige portefeuillehouder
En deze liet weten dat een raadsvoorstel in voorbereiding is, dat waarschijnlijk in mei aan de raad voorgelegd zal worden. Deze informatie had PAK natuurlijk ook zelf even op kunnen halen. De fractie van BBC, 2014, is van mening dat PAK voor de muziek uit wil lopen. Immers, als het raadsvoorstel er ligt, kan er ook door de afweging van alle voor- en tegenargumenten verantwoorde besluitvorming plaatsvinden. Onze fractie wil het voorstel van het college afwachten en is dus tegen deze motie. Dank u wel. Dank u wel. Als het woord aan mevrouw Klein-Gunnewiek, CDA. Ja, dankjewel, voorzitter. Wij hadden nog wel een vraag aan de wethouder. In de besluitvorming worden daar de handtekeningen van alle inwoners ook meegenomen? Dat is onze vraag tot nu toe. Oké, dank u wel. Ongetwijfeld gaat de wethouder daar straks nog iets over zeggen. Dank, mevrouw Klein-Gunnewiek. Dan zie ik dat de gemeenteoplossingen zich heeft gemeld. Oftewel, mevrouw Sieben van de VVD. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. In de motie wordt gevraagd om de planvorming voor de terugkeer van autoverkeer in de kop van de Friese Straat en de verkeersbewegingen die daarmee samenhangen direct te staken. Die invulling van de Friese Straat maakt onderdeel uit van het plan. En wij zijn als gemeente steeds bezig om onderdelen van die centrumvisie op te pakken en verder uit te werken. En wij vinden het als VVD-fractie dan ook verbarig om nu op één specifiek onderdeel, één straat van die hele planvorming uit te sluiten. Wij willen het plan voor het verkeer en de centrumstraten graag afwachten in het geheel. Om daarna ook een juiste beslissing te kunnen nemen. Een auto hoeft niet alleen maar overlast te geven, het geeft ook levendigheid in het centrum. En het geeft ook mogelijkheden om snel boodschappen te doen. Dit neemt niet weg dat de VVD de geluiden van de bewoners ook begrijpt en deze graag meeneemt in de beslissing. Hiervoor bestaan wellicht andere oplossingen dan het nu maar staken van die planvorming zoals het in deze motie wordt voorgesteld. En verder kan ik aansluiten bij de BBC. De wethouder, dat was nog de heer Swiers, die heeft inderdaad twee keer aangegeven in een raadsvergadering, maar ook bij een themaavond, dat die besluitvorming langs de raad zou komen. Dus wij willen ook graag dat hele plan afwachten. We zullen daarom ook de motie niet steunen. Dankjewel. Helder, dankjewel. Dan is het woord aan de heer Mulder, de heer G. Mulder van de Partij van de Arbeid. Die is in het lijstje weer van plaats verwisseld, maar hier ga ik hem nu unmuten. Meneer Mulder heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook wij hebben de geluiden en de berichten gelezen over het wel of niet terugkeren van auto's in de Friese Straat. We hebben ook bij de bijeenkomsten waarin de plannen zijn gepresenteerd heel veel tegenstand gehoord. Dus dat zullen wij meenemen in onze overweging over zijn wij wel of niet hiervoor. Maar zoals net ook andere leden aangaven, komt er nog een voorstel van het college. Daar willen wij op wachten. Dus wij vinden deze motie op dit moment te vroeg. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we bij de heer Bouwers, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk ook inderdaad dat deze motie te vroeg is. Maar ook gezien de aantallen, aantekeningen die er zijn, kan het college er waarschijnlijk ook niet omheen. Want dit bestuur is van verbindend besturen. Nou, en als je dan zoveel aantekeningen ziet, dan kan ik mij niet voorstellen dat het anders uit zal pakken dan dat de auto's naar de straat uitgaan. En daar is PPC ook voor om dat niet te doen. Maar wat ook net al twee keer gezegd is, het college komt nog met een stuk waarop de raad nog kan reageren. Dat wachten wij af en wij zien dan wel hoe zich dat ontwikkelt. En wij zijn dus ook niet voor deze motie. Dank u wel. Dank u wel. Dan denk ik moet nog even kijken of ik
de heer Hoedemaker nog apart het woord moet geven. Want volgens mij is hij nog niet aan het woord geweest in het eerste rondje. Maar hij is wel een van de mede-indieners. Dus wellicht dat hij nog wat behoefte heeft. Ja. Ga je gang. Het is inderdaad een... zo dat de heer Swiers dit heeft toegezegd tot twee keer toe in diverse bijeenkomsten. We leven op dit moment in merkwaardige tijden. Dus om die reden leek het ons toch wel zinvol om dit voorstel te doen. En wees eerlijk, het is natuurlijk ook een wat mal plan. Het terugbrengen van autoverkeer heeft geen enkele binnenstad in Nederland opgeknapt. En bovendien lijkt het voor de verkeerscirculatie onnodig om het autoverkeer in dit gebied terug te brengen. Maar ik ben heel benieuwd wat de wethouder nu in zijn eerste termijn zal zeggen. Dat gaan we nu horen. Dank u wel, meneer Hoedemaker. En dan is het woord niet aan degene die zo op de heer Stoker lijkt. Maar wel aan diens kerstverse collega de opvolger van de heer Swiers, wiens naam ook al werd genoemd. Dus een beetje in die zin de erflater, of de erfgenaam van de toezegging, de heer Stegen. Hij is in ons midden, ik nodig hem uit. Ja, en toen was de vraag, waar is de heer Stegen? Is de wethouder nu toch weg? Nou ja. Dan zullen we het zonder de wethouder moeten doen. En dan kijk ik toch even naar de heer Huizing. Want ook deze wethouder Stegen heeft zijn vervanger natuurlijk. Dan komt hij toch nog aan het woord. De heer Huizing. Wacht eventjes, Jeroen. Ik moet eventjes hier wat doen. Ja. Ik hoor ook, voorzitter, ik hoor verwoede pogingen van mijn collega om wel online te komen. Dus hij is er nog wel. Nou, dan zal ik... Hij meldt zich nu weer. Hij is er. Ja, ik heb de ruimte weer moeten unlocken. Dat heb je soms met mensen. Dan geef ik... Ja. Ik zie hem nu ook weer in het lijstje staan. Dan geef ik de heer Stegen graag het woord. Volgens mij is hij niet meer gemute. Maar ik hoor even goed niks. En hij meldt zich ook in de chat. Hallo? Hallo, kijk. Hoort u mij? Ja, nu hoor ik je. En ik neem aan de rest van het gezelschap ook. Ja. Oké, okay. Excuus voorzitter. Blijkbaar even een technische onvolkomenheid. Maar ik heb op wat knopjes gedrukt. En ik begrijp dat ik nu hoorbaar ben. Ja, en zichtbaar. Heel mooi, goed zo. Ja, ik sla natuurlijk vooral even aan op de eerste overweging zoals ik die in de motie lees. Namelijk de vraag, mag de raad hier nog iets van vinden? Nou, een aantal raadsleden is daar al op ingegaan. En natuurlijk is het zo, dat werd ook gezegd, dat mijn voorganger Jan Swiers daar harde toezeggingen in heeft gedaan. En het is dus inderdaad zo dat het college zich hier nog over moet gaan buigen. Dat gaan we komende dinsdag doen. Dan gaan we natuurlijk naar alle voor- en nadelen kijken. Wij zien als college ook wel degelijk dat die er aan beide kanten zijn. En ik kan u ook aangeven dat het ook zeker een best wel lastige afweging zal worden. Maar op het moment dat wij binnen het college daar dan een standpunt over hebben, komen we met een voorstel aan uw raad. En dan liggen ook alle relevante stukken liggen op tafel. Zowel de handtekeningen als de ondernemers die er wel kansen in zien. En dan gaan we daar heel breed naar kijken. En dan is het aan de raad om uiteindelijk daar iets van te vinden. Ja, en in die zin moet ik me ook wel aansluiten bij wat door een aantal raadsleden ook wel is gezegd. Dat voor mijn gevoel deze motie op dit moment wel erg prematuur is. Dus ik zou willen voorstellen om hem aan te houden. En in elk geval volgende maand alle informatie af te wachten. En dan een goede dialoog, een goede discussie te voeren. Ik denk dat dat ook in het belang van een goed besluit is. En ook recht doet aan onze democratie. Dat we alles op tafel hebben en u daar een goed debat over kunt voeren. Helder, dank u wel. Dan stel ik voor dat we naar de tweede termijn gaan, gehoord de wethouder. Ik geef de heer Stoker als eerste weer de gelegenheid om te reageren. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan u wel vertellen dat de bijeenkomst, de themabijeenkomst die ik heb bijgewoond, wanneer de vraag niet was gesteld of er ook nog besluitvorming gaat plaatsvinden door de raad, dat daar in ieder geval van de zijde van de ambtenaren...
In ieder geval wat andere signalen werden afgegeven. Het is inderdaad dankzij wethouder Swiers dat hij zei van we komen daarop terug. Ik ben heel blij met de toezegging inderdaad van wethouder Steven Stegen. Dat hij aangeeft dat u binnenkort hierover in gesprek gaat. En dat en een voorstel dus ook op korte termijn neem ik aan naar de raad toe zal gaan. Hij doet dan een voorzet om de motie aan te houden. Ik kon ook optellen. Ik denk dat dat een hele goede suggestie van de wethouder is om de motie aan te houden. Ik hoef daar denk ik ook geen schorsing voor om daar overleg met mijn mede-ondertekenaar over te hebben. Dat gaat misschien ook een beetje lastig. Maar ik denk dat de suggestie om de motie aan te houden een hele goede suggestie is. En ik kijk even naar Lars. Steek even je duim op. Helemaal goed. Zo kan het ook. En hij is daarmee eens. Dank u wel, voorzitter. Ja hoor, anders geef ik gewoon de heer Roedemaker nog even de gelegenheid om dat ook mondeling te bevestigen. Meneer Roedemaker? Ik had het niet beter kunnen zeggen. Nou kijk, mooi. Dan constateer ik dat met de toezegging van de wethouder in het perspectief dat op een korte termijn dit agendapunt bij uw raad aan de orde zal zijn. Met inbegrip van alle aspecten die ook reden bij een aantal van u tot zorg waren, dat het dan aan bod kan komen. Dank u wel. Voor deze constructieve bijdrage. Dan gaan we naar de laatste motie. Die is toegevoegd aan de agenda van vanavond. En dat is de motie die gaat over kinderen. En dan zoek ik de heer Mulder van de Partij van de Arbeid. Want die zal de motie verder inleiden bij u. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering van 10 maart... heb ik vragen gesteld hoe de gemeente Coevorden staat tegenover het opvangen van kinderen uit de vluchtelingenkampen in Griekenland. In antwoord hierop is aangegeven dat de gemeente Coevorden hier open voor staat, rekening houdend met de ontwikkelingen op landelijke schaal. Daaropvolgend is er concreet gebeurd dat de gemeente Coevorden zich aan heeft gesloten bij de Coalition of the Willing, net als 36 andere gemeenten in Nederland. Maar nu zijn we 6 weken en in Nederland is er nog niets gebeurd. Veel steunbetuigingen van artsen en nog meer tekeningen in het kader van SOS Moria. Gelukkig zijn er meer dan 9 andere EU-lidstaten en ook niet-EU-lidstaat Zwitserland die kinderen opvangen. Afgelopen weekend zagen we de eerste beelden van kinderen die aankwamen in Luxemburg en Duitsland. Maar wat zegt onze staatssecretaris? Herplaatsing werkt contraproductief en houdt mensensmokkel in stand. Volgens haar moeten mensen die geen recht hebben op asiel versneld terugkeren om de situatie op de eilanden beter te maken. Maar daar gaat het hier niet om. Dit is een humanitaire aangelegenheid. De situatie op de eilanden is niet te verbeteren door wat de staatssecretaris zegt. De alleenreizende kinderen die moeten daar zo snel mogelijk weg. Elke dag die kinderen daar doorbrengen is een dag te veel. Laten wij vanuit Coevorden onze stem verheffen en onze steun uitspreken voor de kinderen. En het is nu 11:55. Aanstaande vrijdag wordt in de ministerraad besproken of Nederland toch nog een aantal vluchtelingkinderen wil opnemen. Laten wij nu een signaal afgeven. Donderdag om 11:55 volgt nog een grote landelijke actie. En ook in Coevorden willen we ons laten horen. Doe mee, zodat het kabinet ook deze kleine groep kinderen gaat helpen. Dank u wel. Tot de tekst van de motie. Ja. Ik draag het college op om een klemmend beroep aan de Nederlandse regering te doen om ook een aantal kinderen op te vangen. Dit te bekrachtigen door een brief te sturen met dit verzoek aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en een afschrift van deze motie in de brief aan staatssecretaris VNG Provincie Drenthe en de Drentse gemeente te zenden. Deze motie is mede ondertekend door CDA, PAK en D66. Daarnaast wil ik alle raadsleden en ook alle toehoorders oproepen om binnen hun eigen partij en netwerk de brief te delen en ook hun eigen burgemeester op te roepen
een beroep te doen op de staatssecretaris. Dank u wel. Ik dank u wel, meneer Mulder. U heeft allemaal begrepen dat dit een onderwerp is wat ik als portefeuillehouder zou moeten behandelen. Voordat we verder gaan, wijs ik er even op dat we natuurlijk de normale afspraak, u alle hier aan tafel zittend weet dat uw plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad dan mijn plek inneemt. Om mij af en toe tot de orde te kunnen roepen in de rol als plaatsvervangend voorzitter, terwijl ik dan als portefeuillehouder reageer. De technische mogelijkheden van waar we nu mee bezig zijn laten dat helaas nog niet toe. Dus ik heb zojuist de microfoon van de heer Slomp opengezet en ik nodig hem van harte uit om zich met de orde van de vergadering te bemoeien. Als hij de indruk zou hebben dat hij mij, als hij hier waren geweest als plaatsvervangend voorzitter, mij tot de orde zou hebben geroepen. En ik hoop dat u even voor de time being kunt leven met deze wat geïmproviseerde handelswijze. En dat begint natuurlijk bij de vraag of de heer Slomp daarmee denkt uit de voeten te kunnen. Maar dat zullen we met elkaar wel avonturen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed kan komen. Goed, dat eventjes moest vooraf gezegd worden, nu duidelijk is wat het onderwerp van de motie is en wie dus ook de verantwoordelijke portefeuille namens het college is. Zullen we het zo doen? Dan geef ik de motie verder in bespreking. Maar ik kijk toch eerst eventjes of er nog verdere aspecten ook van toelichting door de mede-indieners willen worden gegeven. En die hebben zich ook al gemeld bij mij. Dat geldt in ieder geval voor mevrouw Katerberg, die ik nu ga vrijgeven, als ik haar kan vinden. Ja, daar is mevrouw Katerberg. En ze heeft twee tikken op de knop nodig, maar mevrouw Katerberg, u kunt het woord voeren. Gaat u gang. Mevrouw Katerberg zou er moeten zijn. Dan gaan we door naar de volgende die zich gemeld heeft. Ik hoor althans niks, misschien mevrouw Katerberger wel, maar ik zie... Ben ik er nu? Ja, nu ben je er wel, ja. Nou, dan heb ik mijzelf ook even unmute. Oh, dat moet kennelijk op twee plekken gebeuren, ja. Ja. Oké, okay. Dank u wel. Onze CDA-fractie ondertekent deze motie van harte. Op deze manier onderstrepen we het positieve initiatief van onze gemeente om al in een vroeg stadium mee te werken aan de Coalition of the Willing. Wij zouden als Nederland gehoor moeten geven aan de noodkreet van Griekenland. Het opvangen van deze kinderen hoeft geen structureel karakter te krijgen. Het gaat om het nu, om deze zeer kwetsbare kinderen in de huidige nood van de wereld. Er is geen tijd om maatregelen voor de langere termijn te treffen. Vanuit Koevorden wenden wij op dit moment onze lijnen richting Den Haag aan, om onze partijgenoten daar over te halen toch mee te werken aan deze hulp. Hopelijk helpt deze motie daarbij. Dank u wel. Ik dank u wel, mevrouw Katerberg. Dan gaan we naar de heer Holtis van de BBC 2014. Die graag over dit onderwerp wat zij willen zeggen. Ja, ben ik in beeld? Nou, als u blijft spreken, komt u vanzelf in beeld. Ja. Mooi. Ga de gang. Mooie motie. Uiteraard, de belangen zijn heel groot. De woorden van mevrouw Katerberg net is dat ik inderdaad als fractie uitspreek dat het goed is om uiteraard nog meer uit te dragen als hetgeen wat uiteindelijk het college heeft overgenomen op verzoek van de heer Mulder op 10 maart. Maar uiteindelijk heeft de gemeente zich daar al aan verbonden en zeg ik, hebben wij denk ik heel duidelijk een signaal afgegeven. Wat onze fractie opvalt is dat we juist in de verbinding zitten met ook onze buurtgemeenten en dat slechts een AA en Hunze, Assen en Tinalo de enige gemeenten zijn van de provincie Drenthe die zich ook aangesloten hebben. Ik had het graag gezien dat de oproep van de heer Mulder uiteraard ook gedragen zal worden door de andere buurtgemeenten. En dat stelt onze fractie wat teleur dat wij ons de vraag stellen, hoe kan dit? En ik ben ook heel benieuwd naar de mening van andere fracties. We vinden het een goede motie. We zijn er ook zeker niet op tegen. Alleen ja, de problematiek is natuurlijk niet alleen in Griekenland. Maar ik ben benieuwd naar de mening van andere fracties alvorens ik namens de fractie zal aangeven of we voor of tegen zullen zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Holtis. Dan ga ik naar de heer Bouwers. Eén momentje, meneer Bouwers.
Maar dan heeft u het woord. Gaat u gang, PPC. Ja, dank u wel, voorzitter. Een zeer sympathieke motie is dit. Ja, dat is, het is een zeer ernstige zaak daar. Hoeveel leed als daar wordt geleden. En dat wij uit in Europa hier dan 500 kinderen op zullen kunnen nemen. Nou, de voorbeelden die zijn er al voor Duitsland en Luxemburg. Dus het begin is er. En wij zouden nog graag zien dat Nederland zich hier ook zijn plaats weet. En daar geloof ik ook in dat het wel gebeurt. En dat deze kinderen daar goed terechtkomen. Want het is heel verschrikkelijk als je daar zonder ouders daar al zit. En dan ook nog, alleen, dat is alleen op de wereld. Dat is heel verschrikkelijk. Goed, maar wij willen deze motie graag ondersteunen. En vandaar dit antwoord. Dank u wel. Dank u zeer, meneer Bouwers. Dan gaan we naar de heer Stoker, die zich heeft gemeld. En die ik nu graag het woord geef. Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Mulder heeft uitgebreid kont gedaan van de inhoud van de motie, waar u heeft kunnen lezen dat wij deze motie mede ondersteunen. Als aanvulling, we leven in een hele moeilijke tijd, de coronatijd zeg maar. En we hebben het heel terecht over kwetsbare kinderen in Nederland die we moeten opvangen. Nou, weet je, als je het hebt over kwetsbare kinderen, en dat is ook heel terecht, dat we daar ook nu op dit moment veel aandacht voor hebben, dan gaat het zeker over deze kinderen die de allerkwetsbaarste kinderen zijn die je maar kunt bedenken. Dus vandaar dat wij deze motie van harte ondersteunen en ook hebben mede ondertekend. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar mevrouw Vissering, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Tweede Kamerlid Bente Bekker van de VVD heeft onlangs volgens ons erg goed verwoord hoe het kabinet hierin staat. En wij delen haar mening volledig, althans hoe de VVD daarin staat. Wanneer we de beelden van de Griekse eilanden zien, zijn we geraakt en we hebben heel veel respect voor de mensen die daar werken of als vrijwilliger werkzaam zijn. En ook wij wensen dat er snel iets gedaan wordt aan deze erbarmelijke omstandigheden, zeker als het om kinderen gaat. Maar het naar Nederland halen van een deel van hen is volgens ons geen structurele oplossing. Niet omdat we wegkijken, inhumaan zijn of hardvochtig zijn. Als het bereiken van een Grieks eiland alsnog een ticket naar Nederland betekent, stappen mogelijk toch meer mensen op een gammelbootje van een mensensmokkelaar. En hoe humaan is dat? Al jaren dringt Nederland aan op verbetering in dit soort gebieden. Nederland heeft via hervestigingen heel veel vluchtelingen opgenomen. Nederland stuurde technische en logistieke ondersteuning, hulpgoederen naar de Griekse eilanden. En recent droeg Nederland nog bij met forse bedragen. Wegkijken doet Nederland dus allerminst. En wij zijn van mening dat het kabinet beter kan werken aan goede verbetering van de Griekse opvang en procedures. Dat kunnen wij niet alleen als lidstaat, maar ook niet met enkele lidstaten samen. Dat zullen wij moeten doen als totale Europese Unie. En derhalve steunen wij deze motie niet. Dank u wel. Dank u wel. Er was een behoefte aan interruptie door de heer Mulder als eerste en dan mevrouw Kakenberg. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even interrumperen op het punt dat mevrouw Vissering aangeeft dat het voorgestelde in de motie geen structurele oplossing is. Nee, dat vraag ik ook helemaal niet. Dit gaat om een humanitaire crisis op dit moment. En deze kwetsbare kinderen die moeten nu geholpen worden. Want het coronavirus zit daar op de loer en is al heel dichtbij. Dus het is nu 2 voor 12. En niet dat wij nog tijden gaan bakkeleien als Europese Commissie. Of we nu wel of niet voor zijn. Nee, er moet nu een oplossing komen. Dank u wel. Dat is een helder statement. Dank u wel. Mevrouw Katerberg, moet ik nog eventjes iets omzetten. Mevrouw Katerberg, gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij meneer Mulder van de PvdA. Er gebeuren op dit moment wel meer acute hulpregelingen, ook in ons land, waarmee bijvoorbeeld ondernemers ook worden geholpen.
En in diezelfde categorie vind ik dat dit nu ook gewoon niet structureel hoeft te zijn, maar het moet nu gebeuren. En over de verdeeldheid in Europa, ja, die is er al. Want de eerste kinderen zijn al in Europa aangekomen. Dus we moeten dat met gezwinde spoed voortzetten. Dank u wel. Dank u wel. En ik zag nog een interruptieverzoek van de heer Hoedemaker langskomen. Hij heeft het woord wat mij betreft. Ja, reagerend op mevrouw Vissering. Juist op het punt van die Europese solidariteit voert onze regering wat merkwaardige koers. En die is niet ingegeven door objectiviteit of ratio en empathie. Maar waar de regering zich op dit moment laat voeden door experts, lijkt dit een koers die meer is ingegeven op een bedenkelijk electoraal gewin of op een onderbuikgevoel. En ik weet dat onze regering kan luisteren naar experts. En experts, zowel economen als virologen, als epidemiologen, als experts op het gebied van mensenrechten, adviseren allemaal om dit te doen. Dus dat pleit eens te meer om ons gewoon aan te sluiten, ook als Nederland en zeker als Coevorden, al bij de coalitie van gebieden die zeggen, ja, wij willen graag meewerken aan de herverdeling van die kinderen. Dank u wel. Voor de bijdrage van u drieën die wensen te reageren op het verhaal van mevrouw Vissering. Mevrouw Vissering, bent u daar... U heeft natuurlijk het recht op repliek. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Even terugkomen op de coronacrisis. Zeker is dat een groot probleem. Hè? Niet alleen voor Nederland, maar ook voor Duitsland en ook voor Griekenland en ook voor deze vluchtelingen. We beperken alle mogelijkheden om te verplaatsen van welk land naar andere landen. Dat levert al hele grote problemen op. En dat zal wellicht ook als in deze situatie veel problemen opleveren. Dat het niet structureel is, daar kunt u dan zo over denken dat wel zo is. Wij vinden dat in ieder geval niet. En onze fractie is van mening dat het veel belangrijker is om het als kabinet in de Europese Unie met elkaar op te lossen. En daar kunt u van mening over verschillen. Helder. Hoe u erin staat, dank u wel, mevrouw Vissering. Dan is daarmee de einde van de eerste termijn van deze bespreking van deze motie aan de orde. De heer Holtis heeft nog eventjes aangegeven, die vraag die hij al gesteld heeft, hoe het komt dat zo weinig buurgemeenten zich hebben aangesloten. Het lijkt mij dat ik namens het college daar iets over kan zeggen, omdat de vorige keer toen dit onderwerp werd aanhangig gemaakt, ik natuurlijk ook mij empathisch heb opgesteld, laat het zo zeggen, als het gaat om de problematiek zoals die ervaren wordt op die Griekse eilanden. We kennen de beelden, we kennen vooral ook de verhalen die er zijn. En we hebben een geschiedenis als gemeente Coevorden, waarin we met een ruimhartig gevoel van empathie ook zeggen, dan moet er toch plaats zijn. Helemaal als je beschouwt over welke aantallen het Europees gezien hier dan gaat. En die lijn die zou ik nog steeds willen hanteren. En ik moet ook zeggen, in de richting van mevrouw Vissering, ik erger me wel aan het kennelijke onvermogen van onze Europese structuur om een passende en structurelere oplossing te vinden voor de vluchtelingenproblematiek in zijn algemeenheid. Ik denk dat we daar weinig over van mening verschillen. Hoezeer je ook politiek uiteenlopend kunt staan in de kwestie van hoe ruimhartig of minder ruimhartig we dan ook moeten zijn. Het begint wel met de ambitie om gemeenschappelijk een oplossing te willen bereiken. En zelfs die bereidheid lijkt ver weg. Dat staat dus een beetje los van de politieke overtuiging. Of het zou moeten zijn de overtuigingen over welke positie en welke macht, zo je wilt, Europa als geheel dan zou moeten hebben. Het feit is echter wel, en ik heb daar de heer Mulder, Gilbert Mulder ook nodig over horen zeggen. De vraag is wel of het lot van deze kinderen in deze specifieke situatie nu
op deze eilanden met het coronaprobleem levensgroot boven de markt. En we kennen de voorzieningen die er op de Griekse eilanden zijn. Ik moet eigenlijk zeggen niet zijn. Die ernstig doen vrezen voor het lot van juist ook deze doelgroep. Die eigenlijk geen plek hebben om op terug te vallen. En dat maakt dat wat mij betreft nog steeds alle aanleiding is om niet als regel, maar wel als een humanitaire geste. Ik vol overtuiging zou willen zeggen, natuurlijk moeten wij die bereidheid hebben. Het volle vertrouwen dat onze structuren die we kennen in dit land, in deze gemeente ook. Denk ook aan vluchtelingenhulp. Denk aan de mensen die op het COA, van het COA die op het AZC werkzaam zijn. Er lijken op zichzelf oplossingen voorhanden te kunnen zijn voor het geval dat de regering bereid zou zijn om ruimte te bieden voor opvang van een aantal van die kinderen. Ook hier. En dan zouden we die verantwoordelijkheid wat mij betreft ook graag op ons willen nemen in het volste vertrouwen dat dat goed komt. De vraag die de heer Holtis aan de orde heeft gesteld is een terechte. Er zijn een aantal gemeenten om ons heen die zich nog niet daarover hebben uitgesproken. Dat kan een hele platte en wat technische oorzaak hebben. We weten ook hoe gemeenten ook om ons heen worstelen met überhaupt de kans om een raadsbijeenkomst of een raadsvergadering te hebben. En als het al plaatsvindt zijn het soms geen besluitvormende raden geweest tot dusver. Dus dat kan een aspect zijn geweest waarom tot dusver zo weinig expliciete uitingen zijn geweest. Ik sta dus in principe zodanig positief ten opzichte van wat de motie vraagt. Dat ik ook voornemens ben om de buren, de buurgemeente van Drenthe, die morgen natuurlijk in het kader juist van die coronacrisis ook weer vergaderen, zoals wekelijks, waarbij ook de commissaris van de Koning van Drenthe aanwezig is, om hen allemaal, dus inclusief ook de commissaris, om steun te vragen voor met name deze humanitaire insteek. We weten dat ook onze commissaris erg actief is op het landelijke front in het sociale domein. En ik kan me niet voorstellen, het gaat ook over de opvang van vluchtelingen waar ze zich als een van de rijksheren aan de rijkstafels mee bezighoudt, dat zij daar ongetwijfeld een mening over zal hebben. En ik zou haar dus ook morgen die steun graag willen vragen. Maar dan helpt het wel als ik ook een heldere uitspraak van uw gemeenteraad op zak kan hebben. En het vanzelfsprekend, hè, als dat een wankel evenwicht is politiek gezien in deze raad, dan dien ik mij aanmerkelijk bescheidener op te stellen dan wanneer u mij een ruim mandaat meegeeft naar die bijeenkomst morgen. Daar zou ik het in eerste termijn even bij willen laten en geef ik het graag ter bespreking in de tweede termijn. Ik kijk ook even of de heer Slomp al aanleiding heeft gezien om zich tot mij te richten in meer of minder vermanende zin. Ik ga er maar vanuit dat als hij die aanleiding heeft gevoeld, dat hij zich wel zal melden. Zo kennen we de heer Slomp wel. Je moet hem maar even praktisch benaderen. Ik ben blij dat u er zo in staat, meneer Slomp. Dan gaan we ook praktisch gezien verder. En dan geef ik de heer Mulder, Gilbert Mulder van de Partij van de Arbeid graag weer de gelegenheid voor de behandeling van de motie in tweede termijn. Meneer Mulder. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank van de meeste raadsleden voor brede steun van mijn motie. Die ik ook mede namens een landelijk netwerk tot zover heb gebracht. En ik kan alleen maar steunen wat de portefeuillehouder net zei, dat vanwege technische aard of andere zaken, dat het in andere gemeenteraden nog niet zo besproken is als bij ons. Maar de noodzaak nu, die heb ik net wel duidelijk geschetst. En ik zou graag de burgemeester een overtuigende raad achter dit voorstel mee willen geven morgen in zijn gesprek met de commissaris en andere burgemeesters. En dat wij dit ook net zo mogen uitdragen naar andere partijen. Dank u wel. Ik dank u wel. Dan gaan we gewoon eventjes kijken naar de volgorde die we zojuist ook hebben gehad. En dat betekent dat ik nou
de gelegenheid in tweede termijn biedt, als ze die behoefte heeft, althans, aan mevrouw Katerberg. En ik ga haar proberen nu weer terug te vinden in de lijst. Ik heb gezien. Ja, mevrouw Katerberg, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het lijkt me heel belangrijk dat wij dan deze motie breed gaan onderschrijven in onze raad, zodat u dat morgen mee kunt nemen richting de provincie. Dus nogmaals van harte aanbevolen. Dank u wel. Dank u wel. Dan ben ik daarmee bij de heer Holtis aangekomen. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Met de aanvulling die u net heeft gemaakt, als zijnde van krijg ik dan mandaat? Nou, dat lijkt mij gezien mijn bemerking, lijkt me dat niet meer dan normaal. Graag zelfs. Ik vind dat je dat moet uitdragen, zeker als provincie. Als je dan toch zegt 2 voor 12, nou, dat is donderdag. Dus we hebben nog een 24 uur. Ik deel wel, in zekere zin ook wel de mening van mevrouw Vissering. Tuurlijk, je kunt volgens mij hier niet tegen zijn, maar er is natuurlijk een veel groter probleem all over the world. Maar onze fractie zal vanuit, nou ja, simpelweg, volgens mij kun je hier niet tegen zijn, moet je hier ook niet tegen zijn. Maar ik draag hem wel heel hartelijk uit, als zijn morgen daadkrachtig bij ons commissaris heel duidelijk, denk ik, de boodschap meegeven. Maar volgens mij heeft hij dat antwoord net gegeven. Dus dat vertrouwen als fractie hebben wij. Dus wij kunnen wat dat betreft wel meegaan in de motie en steunen hem bij deze. Dank u zeer. Dan kijk ik of de heer Bouwers nog behoefte heeft aan een tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard uw verhaal, wat u net vertelde, nou, dat stemt ons nog gunstiger in dat betreft. Dat het nog breder wordt gedragen dan ook provinciaal. En ja, ik wens u daar veel wijsheid morgen om dat daaruit te brengen. En wij ondersteunen, dat heb ik al gezegd, dus ook deze, willen we mogen ondertekenen deze motie. Dank u wel. Dank u zeer. Dan heeft de heer Stoker aangegeven dat hij inmiddels geen behoefte meer heeft aan een tweede termijn, maar dat geldt wel voor mevrouw Vissering. Dus wat mij betreft bij deze, mevrouw Vissering. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij betreuren het dat, dat wij, als wij hier over deze situatie anders denken en dat aangeven, dat we dan toch wel min of meer neergezet worden als minder ruimhartig te denken. En ik heb duidelijk heel erg in mijn betoog aangegeven dat dat zeker niet het geval is. Ook wij zijn dus heel erg begaan met deze situatie. En dat heb ik ook gezegd. Ik noemde het ook een erbarmelijke situatie die ook zeker opgelost moet worden. Wij denken alleen niet dat dat moet gaan op deze manier om deze vluchtelingen naar Nederland te halen. Wij denken niet dat dat de oplossing is, ook juist in deze coronacrisis. En wij voeden er veel meer voor om het kabinet op te roepen om in EU-verband dit met elkaar zo snel mogelijk op te lossen. Dank u wel. Dank u wel. Ook nog een keer voor de inkleuring. Hè. Daar bent u ook eerst mij mee begonnen. Het mankeert niet aan het gevoel voor de kinderen. Maar u heeft al een eindige lijn via de EU duidelijk kenbaar gemaakt. Dank u wel. Er is dan nog de vraag. Wel hier wat onbekende geluiden klinken in de raadzaal. Ik voel me veilig met de griffier naast me, dat moet ik er ook bij zeggen. Kijk ik nog even verder of de heer Hoedemaker nog behoefte zou hebben aan een tweede termijn. Ik heb dat bij de eerste inventarisatie wel gezien, maar hij meldde zich nu niet. De heer Hoedemaker nog? Ja, voorzitter, als wij een bescheiden bijdrage kunnen...